Als je toch niet blij met kaarten? Het was. Toen wij hier de eerste keer kwamen, was het een moeras. Toen was de organisatie, had het idee om daar zand op te gooien en die grond te verbeteren namelijk. Dat hebben ze gedaan met 500 vrachtwagens per dag. Dat heb ik zelf gezien. 100 dagen lang hadden ze uitgerekend, wat een bouwbedrijf had aangenomen. 100 dagen lang, maal 500 vrachtwagens per dag, om hier de grond te verbeteren. Dat is op een gegeven moment zijn ze ermee gestopt, want het ging niet. Het zand werd continu werd een moeras. Ja. Er werd geen verbetering. Toen hebben ze op een gegeven moment daar plastic onder gegooid. Ze zeiden, nou, we gaan eerst plastic opgooien en daarna het zand. Daar zijn ze ook weer mee opgehouden. En dat werkte namelijk ook niet. En toen op een gegeven moment hebben ze gezegd, nou, we houden ermee op. In doen van die winkeltjes en noem maar op en die snackbar. Nee, dat kan gewoon niet. Deze waar. Ja. Andere kostplekken. Ja, dat was nog niet zo erg. En dat vonden wij al erg. Nee. Ja, als je hier ziet, direct staat hier. Het zit allemaal in schakelkasten met zakken erover en noem maar op. Ja. Alles ligt in het water. Maar in Brazilië zijn ze niet gewend om met stekkers en stopcontacten te werken. Ja. En dan wordt alles aan elkaar geknoopt met plakband. En dat is een probleem. Ja. Dus ooit ligt, omdat er zoveel water zit, ligt heel die elektriciteit ligt gewoon onder water. Ja. Het is gewoon weer teruggaan. Dan ga je gewoon terug. Moet 300.000. Het is gewoon erg, het is gewoon vreselijk.